En de coöperatieve spaar- en kredietbank Godo zal haar dienstverlening uitbreiden. De bank vierde afgelopen december haar 50-jarig bestaan. En algemeen directeur Percy Kleenem gaf toe aan dat de bank bezig is haar diensten uit te breiden. We moesten met de nieuwe technologie meegaan, vooral met zaken die het bankwezen aangaan, zegt Kleenem. En vorig jaar hebben we wel dus een inhaalslag gemaakt ook om het digitale mogelijk te maken. Wat dat veroorzaakt in feite die opstopping, dat je dus tot daarvoor geen goed werkende mobiele bank-app had. Dat hebben we nu. We hebben internetbankieren waar dus men niet speciaal meer dus naar de bank hoeft te komen om bepaalde transacties te verrichten. En later in het jaar rollen we ook uit dus dat de mensen online hun lening kunnen aanvragen. En dan hopen we wel dat definitief de klachten dan tot het verleden zullen behoren. Godo is een van de weinige banken die vestigingen heeft in het binnenland van Suriname. En daar zijn we enorm trots op, zegt Kleenem. We hebben een vestiging in Albina, we hebben eentje op Lelydorp en we hebben als enige bank vooralsnog twee vestigingen in het binnenland. Eén op Atjoni en één op Nieuw Aurora. En het loopt? Over Nieuw Aurora moet ik zeggen dus dat wij nu bezig zijn te bekijken, want het is een dorp. Bestaande uit, dacht ik, ongeveer 8500 mensen. Maar je hebt daarnaast nog een heleboel dorpen die verderop liggen en dus die eigenlijk van financiële diensten ontstoken zijn, verstoken zijn. Dus wij willen dus zeker in dit jaar, we zijn pas geweest naar een kroeg toe, hebben daar met de mensen gesproken. En we willen dus zeker wat dat betreft veel meer gaan doen in dat gebied. Dus daar zien we wel een mogelijke uitbreiding. Voor wat betreft de overige filialen gaat het wel prima. Maar voor Nieuw Aurora weten we dus dat er nog een uitdaging is. Er is overigens daar een beperkte vergunning dat we alleen maar kastransacties kunnen doen. Dat willen we verder gaan uitbreiden, want er is ook behoefte voor de kleine man daar om een lening te nemen. Weet je? Dus die behoefte is er en daarin willen we wel gaan voorzien. Ja. Het volledige interview met Godo-directeur Percy Kleenem wordt morgen uitgezonden in ons actualiteitenprogramma In Gesprek Met. En dat is om 5:00 'smiddags.